Hij was tweemaal minister van Financiën in de kabinetten Marijnen en De Jong. U weet het vast nog wel. En hij was de topman van het IMF in de jaren 70. En nu, 40 jaar later, kan hij het nog steeds niet laten. Hij heeft een plan voor de redding van Europa. Doordat het IMF de landen kan helpen die in grote schuldenproblemen zitten hier in Europa. Ja, ik heb dat plan gemaakt omdat ik bijzonder bezorgd ben over de huidige financiële ontwikkeling. Dat zou, als er niets wordt gedaan, zou dat een nieuwe recessie, zelfs een depressie kunnen worden. Want we zijn in de situatie dat in de eerste paar jaren van deze recessie hebben we al ons kruid verschoten. De regeringen hebben veel geld uitgegeven om banken te helpen, hebben stimulerende maatregelen genomen, hebben tekorten laten oplopen om die recessie niet te verergeren. Centrale banken hebben enorm veel geld geschapen. En dat heeft allemaal ook wel gewerkt. Ja. Want daardoor kwam die recessie tot een eind en kreeg een begin van herstel. Even over uw plan. Hoe wilt u het precies vormgeven? Hè? Want